de Jojo. Net als in de halve finale met weer zo'n geweldig gedeelte onder water. Daarmee creëert ze de voorsprong en Veldhuis op een tweede plek. Veldhuis laat Promo de Jojo niet weglopen. Oké. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik ben dus nog niet wakker. Welkom bij Bende Wakker. Maar ik. Wat doet die spons hier in bed? Ik heb geen idee. Nee. En jij? Ja, die lag daar gisteren al. Ik weet niet, hij is ook een beetje. Beetje kleffig, of niet? Beetje klef en klef. Sponsje is het geworden. Oh jee. Nou ja. Het zal van de laaie zweet zijn, denk ik. Ik weet niet wat ik gisteravond allemaal gedaan heb. Ja. Weet jullie het nog? Ik weet het nog wel. Ja? Vertel. Maar met wie lig ik in bed? Prins Jan Knillers, de eerste. Prins Jan Knillers? Oh jee. Prins Thomas, de eerste uit de Mai. Oh man. Oké. Okay. En hoe zijn jullie in mijn bed beland? Nou, dit is mijn bed. Ik kan beter vragen hoe ga je in mijn bed beland bent. Oh. dat is een end lopen. Dat is echt een... Oh jee. Hé, hey, hoe ben jij dan in mijn bed beland? Ja... Ik kwam hier een beetje aanwaaien. Aanwaaien? Door de wind, denk ik. En dan ook bij hem in bed. Ja, ineens. Ja, normaal lig ik altijd het liefste gewoon op mijn buik. Maar ja, wacht even hoor. Even draaien. Dat voelt toch wel lekkerder. Hé, hey, nou we er toch zijn, is het misschien wel een idee om elkaar toch even wat beter te leren kennen. En wat is nou wat ik echt zou moeten weten van deze knappe prins naast mij? Ja, wat zou er van mij moeten weten? Ja. Godsamme. Ik ben voor het eerst jouw prins. Oh, ja. Dat is misschien iets. Ja. Daarnaast ben ik gisteren hebben we de sleutel overhandigd gekregen door de burgemeester. Kom er even lekker bij liggen, want ik heb het een beetje koud. Kom er even lekker bij liggen. En dan was ik daar het prins op het witte paard. Oh, dat ben jij. Dus ik heb op het witte paard heb ik gezeten. Oh, kijk eens aan. Hé, hey, dan ga ik heel even naar de andere kant. Ja. Want ik vraag me dan wel aan jou af. Is er iets wat jij dan in bed bewaart dat ik denk, oh, dat zou ik wel eens willen weten? Wat is het raarste wat jij in je bed zou kunnen bewaren? Het raarste wat ja, ik in bed... Ja, of het fijnste of het lekkerste. Ja, ik kom zo bij je terug, hè? Nou, ik vind schobbeler die op kamertemperatuur in bed ligt, vind ik toch altijd wat lekkers. Ja? Ja. En die neem je dan nog gewoon even lekker om wakker te worden? Net tijdens of voor het tandenpoetsen. Dat is eigenlijk het lekkerste. Eigenlijk het lekkerste. Ja. En dan knap jij helemaal van op? Ja, dan ga je verder waar je gisteren gebleven bent, zeg maar. Nou, dat is een hele goeie. Hey, en als jij bijvoorbeeld iets zou hebben van een voorraad, levenslang, wat zou dat dan zijn? Een voorraad levenslang? Ja, dan denk ik, oh. Oh, dat is het lekkerste als ik ochtends wakker word, hè? Ik hou wel heel erg van worstenbrood. Worstenbrood? Ja, vind ik lekker. Ja, daar is ook een heel leuk liedje van, hè? Ja. Weet jij hoe dat liedje gaat? Ja. Wat is die? Ja, lekker. Ja. Wat is die? Ja, zing maar. Ik zing wel mee. 20 centimeter. Een Brabants worstenbrood. Ja, la 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 la. Hey, gezellig. Gezellig. Niet vaak wakker, zeker. Nou, we gaan... ik ben wel... Ik weet genoeg, denk ik. Ja. We gaan aan tafel. Ik krijg wel een beetje honger. Ja, nou, dat is wel een goed idee, hè? We gaan aan tafel. Dan. Kom op, we weten genoeg. Oké. Ja, een hele goedemorgen en welkom bij Bende Wakker. Dan moet je me toch even uitleggen, die 20 centimeter, dat snap ik niet. Is Brabants worstenbrood? Ja. Ja? Nee, dat is echt waar, Mitch. Ja, dat is heerlijk. Ah, lekker wakker worden met een lekker worstenbroodje. Ja, lekker, dat is echt. Ja? Hey, we zijn niet alleen natuurlijk aan tafel. We hebben natuurlijk twee hele leuke, gezellige hoogheden. Zullen we gewoon eens even gaan kijken hoe het eigenlijk in bij de Meijenaars is? Die zitten aan deze kant. Ja. Hoe gaat de carnaval tot nu daar in mei? Ja, eigenlijk redelijk voorspoedend. Iedereen zit natuurlijk een beetje met het weer te hannissen. Dus ook bij ons helaas de optochten in ieder geval voorlopig naar morgen verzet. Ja.
Dus nog niet volledig afgelast, maar hopen dat morgen een beetje mee zit en dan gaan we morgen knallen. Hey, je bent voor het tweede jaar bij de Prins. Ja. Even, dan vraag ik me af, hè. Hoe wordt dat in de mei gedaan? Is dat een beetje van, jij bent de Prins of is het 3 jaar? Of? Nee. Idealiter zeggen ze, 11 is natuurlijk het magische getal. Dus 11 jaar zou fijn zijn. Dus zij willen eigenlijk, het mooiste zou zijn als jij de volle 11 jaar volmaakt. Mijn voorganger heeft dat net niet gedaan, maar die twee daarvoor hebben netjes hun 11 jaar vol zeten. Dus je hebt in principe nog 9 jaar te gaan. Ja. Dat is nog wel een aardig klusje te gaan, maar ik heb het voorlopig nog stik naar mijn zin. Dus voorlopig zit de planning goed, zeg maar. Hey, en natuurlijk ook Prins Jan Knillers, de eerste van de Apelanders. Hoe gaat de carnaval tot nu bij jullie? Ja, hartstikke goed. We zijn vrijdag begonnen met de kinderen. En daarbij hebben we voor de eerste keer een jeugdraad bij ons in het Apeland. Ja. Daar zijn we bijzonder trots op dat we die hebben. Gisteren hebben we de kinderoptocht gehad. Die was ook van een hoog niveau, moet ik zeggen. Veel deelnemers. Gisteravond de officiële sleuteloverdracht door de burgemeester. Ja. De officiële opening van het carnaval. Dan zou vandaag inderdaad de grote optocht zijn. Die is helaas afgelast, maar die hebben we kunnen verzetten naar morgenmiddag. Dus dat is al wel goed, ja. Goed nieuws. Dus, als het weer mee zit, dan gaan we morgenmiddag knallen. Waar ik wel heel erg benieuwd naar ben, het Apeland, weet je, dat is Rijsbergen. Ja. Maar waar komen dan die apen vandaan? Waar komt die naam dan vandaan? Dat zijn, er zijn twee versies van... Van het verhaal. Nou, we hebben gewoon even. We hebben de smeugste nodig. We zullen de allereerste, dat is de boeren in Rijsbergen, die aapten elkaar altijd na. Als de ene bieten ging telen, dan deed een ander dan ook. Ging dan ene kool telen, dan deed een ander dan ook. Dus de boeren die aapten elkaar na. Oh. Dus dat zijn daar. Klinkt logisch. Na apen, Apelanders. Ja. Okay. En jij hebt iemand meegenomen, hè? Ja. Dat is jullie politie, denk ik. Dat is mijn politie. Dat is Nick. Die is ook voor het eerste jaar. Het is ook mijn eerste jaar. En het is ook zijn eerste jaar. En ik moet eerlijk zeggen dat hij het buitengewoon goed doet. Hij weet het nu al de orde goed te handhaven in de vereniging. Ja? Hij is een man van weinig woorden, maar wat hij zegt is duidelijk. Nou, maar dan ben ik wel benieuwd. Dan ben ik wel benieuwd. Wat heb je dan als politie te zeggen? Ja. Waar moet jij voor zorgen? Ik zorg dat iedereen op tijd en veilig op de goede plek komt. Op tijd en veilig. En lukt dat ook een beetje? Ik vind wel. Ja? Ja. Ja, lukt het hem dat ook een beetje? Ja, ik kijk even naar de hof dames. Absoluut. Ja, en de nacht, ja? Ik zie de nacht toch een beetje lachen dat hij iets weg probeert te lachen. Ja, ik zag ook iets gebeuren. Dan denk ik, zeg maar ja, want dat staat op camera, hè? Dat is linkersoep, hè? Dat is linkersoep. Hey, en Prins Thomas, je hebt ook iemand meegenomen? Ja, dat is onze voorzitter. Al 11 jaar in dienst. En ook zijn laatste jaar. Je laatste jaar? Ja, 11 jaar, hè? 11 jaar, hè? Maar is het echt 11 jaar klaar? Nee. Binnen de voorzitter is dat niet zo. Ik heb toevallig ook de erevoorzitter bij me. Die heeft het ook aardig lang volgehouden. Ja, hoe lang heeft hij het volgehouden dan? Ja. 29 jaar. 29 jaar. Oh, nou. Ja. Wauw. Ja, dus de erevoorzitter halen we ook niet zomaar, hè, die titel. Dus dan... En hoe doet je het nou met... Hoe doet hij nou het voor het tweede jaar? Hij doet het heel goed. Ja, het eerste jaar was het echt wennen. We hebben ook nog nooit zo'n jonge prins gehad. Hoe jong ben je dan? 29 lentesjong. Echt waar? 29, ja. Nog nooit zo, en dan nog nooit zo'n jonge prins gehad? We hebben nog nooit zo'n jonge prins gehad. En het eerste jaar was zelfs spannend, want toen werd zijn eerste baby... zijn tweede baby geboren op ongeveer 11-11. Dus dat was spannend. Krijg je dat, hè? Als Attie maar komt op die dag, maar... Hij was er. Zijn vrouw was er en hij was er. En hij was paraat. En een goede week uitgesteld. Dus ja. Ja, dat is wel mooi. Net gisteren ook, dan loopt hij de Polonaise met zijn kleinste op de arm door de juinenbal, noemen we dat, 55-plusbal. En ja, dat vinden die mensen geweldig. Ja. Hey, maar weet je wat ook geweldig is? Nou. Nou, vertel jij het eens even wat mag ik het weer aan doen? Ja, ik denk ik... Hey, we hebben dit jaar misschien heel veel van jullie gevraagd. Jullie moesten verschillende dingen meenemen. Ja, namelijk ook. Wel. Vond je dat ook? Ja, dat was een flinke lijst, hè? Ja, klopt. Ja. Nou, het is tijd voor de zotte reden van de Apelanders. De zotte reden. Ja, klopt. We zijn benieuwd. De camera, welke camera kunnen we kijken? Jullie zijn heel benieuwd. Camera 2. Nou, ja. Pak je moment. Ja, pak je moment. Maar een zotte reden. Ja, helaas
We gaan naar 4. Ja, ja, het is allemaal een beetje wennen. Er werd 2 gezegd. Ik zie daar 2, dat is 4. Ja. We pakken 4. Het is nog vroeg, hè? Het is nog vroeg. Ja, het is nog vroeg. Helaas, door het hele slechte weer. Door het gisteren hadden we een heel goed weer. Maar toen kwam daar vannacht de regen, de wind. En de zotte reden is weggewaaid. En we zijn hem kwijt. Oh jee. Dus ik had hem gisteren gemaakt, ja, maar door het slechte weer is hij weggewaaid. Nou, mocht hij ergens in het Apeland liggen, dan zien we hem graag deze kant op komen. Nee, mooi gedaan. Nee, al. Het is wel toch? Ja, zeker. Het is ook één grote ellende. Het is gewoon één grote ellende, die wint. We maken er een groot feest van. Ja, dat is ook. Zeker. Het moet de reden zijn, hè? Ja, daarom. Daarom. Hey, je bent niet alleen gekomen. Je hebt de prachtige hofdames en de nar meegenomen en de politie. Ja. Maar je hebt ook een mooi stukje muziek meegenomen. Klopt, dat is mijn hofkapel Abnormaal. Abnormaal? Abnormaal, ja. Kijk. Ja. Nou, je mag ze aankondigen. Nou, dames en heren. Hier zo, deze ochtend live op Barrenie TV. Mijn eigen hofkapel uit het Apeland, Abnormaal.
Hey, helemaal uit Rijsbergen-Apeland. Tuurlijk, heel uit Rijsbergen. Ja. Nou, op zich valt het wel mee, hè? Ja, ja. Ja, hadden jullie wind mee of wind tegen? Mee, we waren er zo. Wind in het hol. Ja, we waren gewoon gelijk hier. Ja, zo is dat. Zo, één rukwind, huppatee. Een rukwind, wat zeg je nou? Ja, een rukwind? Ja, ja. Och. Gewoon één, inderdaad. Hé, hey, jullie hebben het heel druk met spelen? Ja, ja, ja. Wij gaan vanavond weer. En wat kunnen wij jullie allemaal zien dan? Ja, de bouwtent vanavond. Oh. En waar nog meer? Heel Rijsbergen, hè? Cafés en ja. Om eens even een hart onder de riem te steken. Of jullie waren sowieso al wel van plan om naar de bouwclubs te gaan? Ja, dat is allemaal van tevoren geregeld natuurlijk. En die zien ons heel graag komen natuurlijk. Ja. Zeker, dan gaan we lekker wat nummerken speulen, lekker pilsje drinken en gezellig onder de Rijsbergen. Ja, en het kan ook een dag langer nou, hè, want de optocht is waarschijnlijk uitgesteld. Nou, we moeten wel zeggen dat het natuurlijk het grote voordeel ervan is, het nadeel dat het niet doorgaat, maar voor de horeca is het natuurlijk extra mee. Ja. Ik mag dat niet zeggen als oud-kastelein, maar ik zeg het toch. Ja, je hebt er wel zicht op. Ja, dat hoor ik wel. Nee, maar dat kunt ook positief bekijken. Ja, toch? Ja. We hebben er morgen een heel goed feest van. En hij gaat gewoon door. Prima, ja. Hij gaat gewoon door. Nou, goed zo. Hé, en jij bent ook al wel helemaal ingespeeld inmiddels. Ja, zeker weten. Ja? Dan vraag ik me dan af, hè. Heb je dan een extra zalfje nodig? Of die lippen hebben wat te lijden, denk ik. Nee? Nee, pilsjes genoeg. Een pilsjes genoeg. Ja, dat smeert alles, hè? Dat smeert alles, hè? Hé, we gaan terug naar tafel, want ik heb wel een beetje honger. Jullie ook? Als je slim bent, dan kom je ook aan tafel. Dan krijg je ook een lekker broodje. En Mitch, deel de broodjes maar uit, hoor. Ja, ik wil zeggen, we gaan beginnen aan een ontbijttafel. Wat leuk is, gelukkig ben ik niet de enigste met zo'n stem, want ik hoorde het daar toevallig ook. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Prinsen, we zitten aan de ontbijttafel van Baronie TV. Hey Esther. Ja, sorry. Hey weer. Zeg, ik begin bij jullie. Neem er een, dat is kaas, ham. Ja, ga maar rond, joh. Als je er drie wil, pak er maar gewoon drie, hoor. Ze staan hier nog maar een uurtje. Dus, ja, een klein uurtje. Prins Jan Knillers de eerste. Nee, dank u wel. Het is ook tijd. Jij durft niet. Dat is... Ik heb al twee boten. Ik moet gewoon echt even wennen, zien normaal. Prins Thomas, nou heb ik de goeie. Ja. Jullie zotte reden. Ja, daar heb ik mijn erevoorzitter bij meegenomen. Nou, ik zou zeggen, kom lekker hier staan. Dan gaan wij naar de zotte reden van de Meijners. Oh, heel de plopkap gaat er al af. Heel de plopkap. Wat een pijnhoop. Oh, hey. Ja, een hele labtekst, hoor. Dus bereid. Ja, we zijn nog niet weg hier, hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. De complimenten aan het nieuwe, frisse presentatie. Het is nog een beetje een bende, hè? Het is nog een beetje... Maar, ik heb meer het gevoel dat ik niet heel fris ben, maar... Ik wil eigenlijk even beginnen over oude meuk, maar ja, dat ben ik zelf. Maar dankjewel. Goed, ja, we hebben hier een reden, en dat is de zotte reden van de mei. Nou. En die heeft geschreven een schoolmeester van de mei, op zijn meis. Dus de jonge jongens die praten allemaal meis. Ja. Zal ik op zijn meis zeggen? Ja, zeker, ja. En dan heb ik net 10 minuten geleden heb ik deze reden onder mijn neus gekregen. Dus ik moet er wel gaan gaan maken. Er zijn maar kleine letters. Redelijkerwijs ga ik dat wel goed doen, maar ik was niet in alle slimste op school. Dus... Wilde jij daar een glas water bij, als ik zo zie? Ja, doe maar. Bak je thee. Nou, doe maar wat bier. Goed. Even bier. Ik kan er even iemand bier brengen, want het is al even... Hij is 2,95. Hij moet 3 minuten duren. Oh. Netjes gedaan. Ik zal maar beginnen. De zotte reden van de mei. Wat is nou een reden om hier de zotte reden... aan te leveren voor een uitzending. Een reden is sowieso wel belangrijker voor Sinterklaas dan voor een prins carnaval. Want Sinterklaas die komt met een boot aan en een prins die komt niet op een wit paard aan. Ga je wel. Ja. Maar gewoon met een wagen. Tenminste bij ons is het niet anders omgeweest. Om carnaval dat nooit voor nu afvalt, is altijd iets voor de redeloze. Om daar eindeloos over te redeneren. Bij ons noem je zulke lui onredelijke zeikers. Maar goed, wat is de reden van carnaval op de mei? Het is een feest, redelijkerwijs kunnen we dat zeggen, een volkfeest. Voor heel de mei, al 61 jaar noemen we het feesten der feesten, voor alle meijenaars en meijerinnetjes. En ons motto is dit jaar, wij doen het achter elkaar.
Laten we duidelijk zijn, want van het jaar is het niet even bekaren werken, maar achter elkaar. Dat doen we. Wat? Dan moeten we komen kijken op de mei hoe dat wij achter elkaar dan lopen. Om te beginnen met onze snotpinnetjes en snottapen. Onder het motto, op ons kunnen bouwen, op elkaar kunnen bouwen. Dat is de toekomst van het Meisje Carnaval. Daarvoor krijgen al die brakken van de mei een mooi groot bal. En voor de ouderen hebben we het juinenbal. Het toet er niet toe bal is voor de mensen met een beperking. Dus zo'n prins, met zijn gevolg, die gaat met goede reden overal naartoe om te feesten en mee te feesten. En een goede reden om voor de meienaars niet om thuis te blijven. Je moet naar het carnaval. Bij ons is het gevoel carnaval belangrijker is dan de reden. Dus dat kunnen zo beredeneren. Als onze prins de sleutel heeft ontvangen, houdt hij meestal een openingsrede. Waar goed naar geluisterd wordt. Dan is het goed bij die reden. Hij lult van alles wat aan elkaar los zit en niet waar zit aan elkaar. En het carnaval kan beginnen. Achter elkaar de muziek aan en vrolijke, achter vrolijke pelletjes aan. Gaan wij op in de optocht van de mei. Op ieder feest houdt de prins wel een redelijke reden. Of het nou een openingsreden is, een feestreden, een dankreden of een nieuwjaarsreden. Gaandeweg doen de meiners en meinerinnetjes de achter elkaar in de Polonaise. En dan kan onze prins met zijn reden aanschaven net goed een goede reden hebben om alles op elkaar te lullen. Iedereen hangt aan elkaar. Iemand of niemand anders zal hem in de reden vallen, wat hij ook zegt. Daarom is hij nog altijd, zal hij nog lang onze prins blijven. Wij voelen elkaar helemaal goed aan en nooit aan elkaar. Dat is een goeie, hè? Wij voelen elkaar allemaal goed aan, maar niet aan elkaar. Maar even, hè? Hoe lopen jullie dan de Polonaise? Achter elkaar. Oh, achter elkaar. Niet aan elkaar. Achter. Straks elkaar. Doen we het samen even repeteren. Dat is goed. Ja, ja, is prima. Dan neem maar twee uurtjes mee, hoor. Ja, dat is goed. Ja, hoor. Maar ik ben weer met de wijze. Sorry. Dat maakt niet uit. Zoals bij die dikke lettertjes. Oh, ja. Maar niet alleen onze prins bestaat de kunst van redeneren. Ook de redactie van onze krant. En hier Redem. Ja. Ja. Oh ja, wauw. Hoeveel bladzijden is 152. 152. Zo. Daar wordt het er niet goed van. En als je hem rond moet brengen, dat is wel een rap. En jij hebt ze rondgebracht zeker? Ik heb ze ook rondgebracht, ja. Klusjes, man. Maar die krant, en daar staat de hoofdredacteur, ja, die kan redenrijkers noemen, want ze hebben verstand van krantenzaken en ze zijn stront eigenwijs, want ze maken ieder jaar een eigen thema. En redactievergaderingen zijn redelijkerwijs een grote puinhoop. Hoe meer redenen en hoe minder redenen eruit komen. Bladzijde 2. Maar hun gewijme wapen, ja, het is zo afgelopen. Nou, helemaal niet uit. Is natuurlijk het achterkamertje waar ze met elkaar de krant in elkaar stompen. En ieder jaar krijgen bij het zien en vooral het lezen van deze meisjeskrant veel meer kriebels om gelijk het carnavalspakje aan te trekken. De reden is waarom wij met die carnavalskrant deze krant in de barniekoffer steken. Waar is die koffer? Oh, waar is de koffer? Die kunnen wij wel missen, want we hebben er redelijk genoeg, nog genoeg van naar de mei. Nou. Wauw. Nee, wacht. Ja, de laatste zin. Oh, de laatste. Ja. Dat is de belangrijkste. Allemaal snapt onderaan wel een goede reden is om achter elkaar naar de mei te gaan. Nou. Allemaal hartstikke bedankt en love voor de redactie. Ja. Yeah. Hey. De reactie van de Apenlanders, want dit is toch potjedorie wel een behoorlijke reden. Ja, dat is een hartstikke mooie reden. Met een hele hoop redenen. Ja, ik vind een fantastische reden. Maar ik heb gisteren ook... Ja, voor jou is het eerste jaar, jongens. Ja. Ja, en als je hier al 50 jaar bij, dan gaat het allemaal... Zo, hé. Ja. Oh, ja. Dat ben ik wel benieuwd, hè. Nee, maar heb je dan nog een tip voor de Apenlanders? Gewoon er zelf zijn. Gewoon er zelf zijn. Maar ja. En de prins, heeft de prins dan nog een tip? Of hè, andersom? Maar als je gisteren in het Apeland was geweest, dan hadden mijn reden ook kunnen horen. Oh! Maar ja, die duurde anderhalf uur en dat was een beetje te lang voor iedereen. Ik heb het gevoel dat het 1-0 is. Esther, op wie zet jij je? Nee, echt een prachtige zotte reden heb je gemaakt. Echt waar. Laten we maken. Papam, papam. Ja, kom maar. Leuk. Ja! Hey! Oh, we zijn weer wakker. Heerlijk. Hey, wat leuk is, we hebben dit jaar heel veel aan jullie gevraagd om iets mee te nemen. En dat gaan we doen in de koffer.
Ja, wij vragen de prinsen bij het Prinsenprogramma om iets mee te nemen wat je eigenlijk niet kan missen. Maar toch ook maar wel. Maar toch ook wel. En dan ga je een jaar afstand van doen. Een soort uitwisselingsproject. De Maai heeft iets voor de Apenlanders, de Apenlanders iets voor de Maai. En we willen het ook zien, hè? Ja. We willen ook zien dat het daadwerkelijk gebruikt gaat worden. En volgend jaar neem je het dan weer mee terug. Dan kunnen we kijken of het heeft overleefd. Ja. Gisteren was toevallig de prins van de Heikeneuters hier. Die kreeg van... van de andere prins in ieder geval. Wat waren die frisbees? Frisbees van die broeikes. En die gaat hem echt letterlijk in de vriezer. Ik kreeg een foto doorgestuurd dat hij al in de vriezer lag. Dus die krijgt voor het wel fijn dat hij ze überhaupt in de vriezer doet, hè? Nou ja, ik had ze gewoon in de kelder laten lopen. Ze vanzelf weg, toch? Hé, Apelans, hebben jullie meegenomen voor de Prins van de Maai? Dat was mij niet helemaal duidelijk dat het voor de Prins van de Maai zou zijn. Ik dacht dat wij iets mee moesten nemen wat onmisbaar was voor mij, voor ons carnaval, voor het Apeland. Dat maakt niet uit. Ik heb mijn kistje meegenomen. Ik heb een eigen kistje. En dan zullen jullie zeggen, waarom heb ik een eigen kistje? Ik woon een beetje buiten het dorp. Dus buiten het dorp, zoals wij zeggen. Ja. En ik moet altijd op mijn fietsje, ga ik naar het dorp toe. Ja, zo ga ik niet de fietsje op. Dus ik moet vervoer hebben. Dus hier doe ik mijn steek in. Mijn scepter, mijn cape, mijn sleutel en mijn schildje. En zo rijd ik op mijn fietsje, 's morgens naar het dorp toe. Die zet ik netjes in een schuurtje weg. En 's avonds, dan tuig ik alles weer af. Dan gaat hij weer in het kistje. En zo fiets ik weer. Nee, daar kan jij niet zonder. Daar heb ik al gehoord. Daar kan je niet zonder. Maar is er dan iets wat je misschien... heeft iemand wel iets aan? Misschien een hofdame. Dat je een misschien, hofdame kan je misschien een hofdame voor jou missen? Misschien dat jullie van de boas af willen. Of een mooie sjaal, een Apenlanders sjaal. Of, ja, dan moet iets mee. We geven een mooie sjaal, want die hebben er toch een aantal bij. Nou, kijk. Oh, kijk. Nou, dat is al gelijk geregeld. Dat is al geregeld. Jouw sjaal. Voor het gelijk in hij gaat nog maar 2 dagen mee. Niet van mij, doet hij maar van Nick. Geef maar een sjaal van jullie. Een regel bij Donnie, bij onze... Wil je voorzitter weer een nieuwe? Ja, zo kijk is dat. Die gaat weer, zo die gaat weer eventjes een... Hij is een beetje blauw, maar dat is dat staat heel mooi, hè? Dat staat goed bij hem. Ik heb daar geen verstand van, maar... Dat staat echt heel... Nou, lever het maar. Ga het maar eens even geven. Ja, dan wordt een hele carnaval met een sjaaltje van de Apenlanders rondlopen. Dank u wel. Bent er zuinig op? Dat zijn ze ook geweest. Ik ga mijn klant vragen om zondag mijn veren afbreken en zo. Kijk eens. Oh, kijk. Papa, papa, papa. Dank u wel. Ja, doe maar op. Mag wel. Iets te laat, maar maakt niet uit. Is leuk. Nou, Prins van de Maai, daar zit je dan. Zit ja, je dan. Zie hier maar eens overheen te komen. Ja, dat gaan we sowieso niet worden. Nee, ook voor mij was niet helemaal duidelijk dat we iets voor de wederpartij mee moesten nemen. We hebben natuurlijk, en we hebben net al laten zien, onze Maaienaar. En de reden dat we die hebben meegenomen is, je moet er eigenlijk niet zonder kennen. Nee. Maar je mag ook, nou, laat ik zo zeggen, we hebben er een kleine, hoeveel? 6.500. 6.300 mogen uitdelen dit jaar. Allemaal door onze eigen mensen netjes deur aan deur rondgebracht. Heb jij zelf ook gedaan? Ja, absoluut. Ik loop ook zelf wat mee. Vind ik stik gezellig. En het mooie van dit boekje is, en eigenlijk zei de voorzitter, en de erevoorzitter het al, meer dat dit ding in de bus komt bij de mensen, dan start het. Dan gaan mensen ineens op zolder de pakjes naar beneden trekken. Ja. En dan, het is letterlijk een handleiding, zoals wij het al 61 jaar doen voor mij, van A tot Z, hoe wij carnaval vieren, het programma, voorwoordjes van de voorzitter, de erevoorzitter, redactie. Dus wij hadden dit ding als, wij gebruiken hem zelf als handleiding tijdens de carnaval. En nu ik hier met een prins van 1 jaar aan tafel zit, denk ik dat hij hier onbewust toch heel veel aan gaat hebben om eens gewoon door het boek heen te bladeren. Ja. En daar is in te kijken hoe wij het al doen. En zo heb ik ook bij andere buurten, dorpen mogen spieken. En daardoor zit ik hier nou een stuk relaxter dan dat ik hier vurig aan zat. Dus ik denk, het is niet zo mooi als een sjaal. Maar ik denk dat ga je er stiekem heel veel aan gaan hebben. Dus ik ga hem speciaal jouw kant op. Ben, zijn we er klaar voor? 1, 3, 2, 1. Terwijl de overdracht die plaatsvindt. Ah, mooi.
bam, bam. Dus ben er zuinig op. En ik wil een voortje terugzien. Kijk eens. Het is minder warm dan een sjaal. Want dat is, de druppels beginnen al langzaam. Ik, ik heb geen verstand van mode, maar het ziet je er goed uit. Ja, hij, ja, het haalt hem lekker op. Ja. Het haalt hem lekker op. Hey, we zijn alweer aan het einde gekomen van de uitzending. Gaat dat snel, hè? Ja. Zijn er nog dingen die u nog even kwijt willen? Echt tegen elkaar wil zeggen, nou... Wij zitten eigenlijk te wachten op het stemmen, hè? Ja, dat is dinsdag pas, heb ik gehoord. Is dat dinsdag pas? Ja, ja, hoorde ik net toen. Ja, oké, okay, want wij denken, hè, dat de Mai gaat winnen met liedje 3. Welk liedje? Liedje 3. Liedje 3, de Mai. Ja. Nou, dat weet ik niet, dat is niet zo interessant. Maar liedje 3 is heel goed. Volgens mij staan wij niet bij die 11 liedjes. Niet bij de 11 liedjes. Nee, nee, nee. Oh, dan kunnen we mooi op ons stemmen. Ja, dat zullen we doen. Nou, welk nummer was het? Nummer 3. Nummer 3. Okay. Maar goed, niet bij de 11 liedjes, maar wel een geweldige hofkapel. Ja, ja, we gaan deze uitzending uit met jullie hofkapel. Connor Saan. Ja, dames en heren. Voor de laatste keer hier, maar zeker niet voor de laatste keer in het Apeland, hebben we hier weer onze eigen hofkapel. Abnormaal. Yeah.